Is het echt een soort van, dat je zegt, een bekroning? Ik vind het wel. Ik heb natuurlijk vanuit mijn partij bepaalde denkbeelden die we naar voren brengen. En we zijn oppositiepartij, dus we reageren heel vaak op dingen die voorgesteld worden. En dan is het toch zaak om die argumenten op een goede manier over tafel te brengen. En dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. En dat oppositiepartij zijn, zou u daar wel vanaf willen? Zou u wel wethouder willen worden, bijvoorbeeld? Nou ja, mijn leeftijd is op dit moment 67 jaar, dus om nog weer een periode wethouder te worden, dat is waarschijnlijk niet aan de orde. Ik denk dat wij meedoen in een coalitie wel degelijk aan de orde kan zijn. Wij zijn een serieuze partij, we zijn niet roepers zomaar om te roepen, maar we zeggen, wij hebben denkbeelden en die willen we graag vertaald zien in beleid. Nou, dat was ook precies de quotes die van alle journalisten eigenlijk wel kwamen. U beargumenteert heel veel. Op een grondige manier. Het is niet zo dat iedere politicus, dat iedere journalist het met u eens is, maar de wijze waarop u de politiek bedrijft, dat heeft de waardering gegeven. Hoe u daar tegenaan kijkt. Nou, dat vind ik nou juist fijn om te horen, want ik probeer ook altijd te beargumenteren. Ja, en ik weet van mezelf dat ik graag die argumenten bevlogen blijf herhalen soms, vandaar dat ik een odium heb gekregen in het begin van veel te veel praten. Maar kort en bondig de zaak nu neerzetten is iets wat ik echt probeer te doen. U haalde net uw leeftijd aan, 67. Gaat u bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen weer verder of stopt u er dan mee? Nou, zoals het nu uitziet ga ik echt stoppen. Ik ga wel door in commissies, ik dus blijf wel bezig in de partij om mee te draaien en ook argumenten naar voren te brengen, te zorgen dat we als Progressief 21 een goede stem hebben. Maar als ik 70 ben bij de volgende verkiezing, denk ik dat ik aan jongere mensen het roer moet overgeven. Wisten ze dat binnen de partij al? Ja, het was zelfs de vraag of ik deze periode nog mee zou doen. Ik had in eerste instantie aangegeven te stoppen, maar eigenlijk vind ik het zo verschrikkelijk leuk dat ik het toch nog een periode gedaan heb. Oké, we houden erover op, want we gaan naar de klok van 6 uur. Wij bedanken de mensen, de ongeveer 120 die een mail hebben gestuurd. En daarmee kenbaar hebben gemaakt wie de politicus van het jaar zou moeten worden. We bedanken onze collega's journalisten die hun lijstjes hebben ingestuurd. Jammer genoeg dat we er 1 of 2 gemist hebben. Maar het beeld klopt denk ik toch wel van wat het nu geworden is. Tot de volgende keer in het nieuwe jaar.